Hij is een gespikkelde beer. Ja, het is er heel af. Het is heel af hoor. Ja. Zeg maar dat we het niet in mogen voeren in Holland. Nee. Nou, een paar dagen. Weet je met de kroon? Nee. Een vuurtje. Ja? Zo van Marlijn heb je de klappen van opgekregen. Nee, dat is een miljoen. Dat is niet ook hier. Nee, ze gelijk een stukje. Je moet zeggen dat we het dus niet mogen importeren, is het spul. Het gaat niet om die dollarsje. Hallo. The green spices are not allowed. Cannot. Oké, I hope you have a nice day. Ja, dank je. Wow, dat die bussen zoveel vuil afgeven, weet je niet. Kijk, die ruit is de pest. Dit is van de boot. Lekker hoor. Van de olie. Ja. Je hemd helemaal, kijk. Ja, hij is gespikkeld. De olie die boot is gespikkeld olie. Ja. Die gaan we toch niet filmen, hebben we. Alsjeblieft. We gaan even inspreken, de gespikkelde beer. Ik wil hem even dat busje ook. Boven op de berg in Grenada. Wij gaan de bus in. Ja. Hè? Dan weten we niet wat over de H1619 gehad hebben.
but this is a smaller one. All right. Is that a no good spot? Okay, let's go this way. This way. Like a plastic. Is dat nou een muskaat? Dat is geen plastic. Ja, dat is een plastic. Ja. Dat is verwachting. Ja, ik heb een muskaat van even. Ja. Show hem. Even een stap naar voren toe. Je lijkt me een rode vingers. We hebben al bij jou niet op de sinabelak. Dat is een mooie kopen. Dat vind ik niet meer wel leuk of zo. Maar wat is het dan? Nootmuskaat. Hallo. Ja. 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 Hier hangt er een gedrukt. Dan vallen ze eruit misschien. It has to be fermented and then dry. Ja, ja. When it ferments and dry, it comes to this. And how does it ferment? Well, what do you have to in, do? In the shell? No, you take it out from the shell, yeah. Put it in a box, a wooden box, and you take banana leaves and cover it for about 8 days. Mm-hmm. After the first 3 days, you stir it every other day, turn it over that it wouldn't make a lump. Yeah, yeah. And then it separates itself by stirring it, and then you put it in the sun to dry. Then you have to bring an inside. What is it written now? Those are cacao bones. Inside is the cocoa there. Okay, geen cacao bones. Then after it's dry, you bake it in the oven, then you clean it out, and then you grind it, and you make chocolate. Yeah. So this chocolate here is ready to use. You just have to use the pantry grater. Malen cacao. This is chocolate. Real chocolate. Real chocolate. No sugar in it. Okay. You just have to put sugar. This is real chocolate. Heb jij geplukt? Okay. Zo. Dan moet ik even een foto hebben. We also use the outside of this with coconut gel. Ja. En dat wordt dan bij ons suiker in glas. Nutmeg jam. We make out of this peelers. Kijk maar niet, zo ziet hij eruit. Please, can you look? Sure. Then you boil it. And you make jam. Coconut. This is ginger. Ginger. Tamarind. Yep. This is tamarind. Saffron. Tamarind. Saffron. Saffron. Dit lijkt wel ananas. Ginger. Gember. Citroen. Ginger. That's root. That's root. That's a root. It's a root, yeah. The same as this. Same as this. From which plant is that? Just no use. Okay. Okay. Then we have this one. Kijk eens om. Even proeven. Kokosmelk. Dat is spul. Zit het in? Ja. Dat schenken we net uit. Ja. For your feet when it hurts. And also for your meat. This is your chocolate. Chocolate. Rob? Kokosnet. Komt uit de kokosnet. Maakte die net ook. Ja. Cinnamon stick. Cinnamon is the bark of the tree. You have to bark the tree. And then you take off the bark and you dry cinnamon. Drinken? Ja. Gezond. Kan niet. Zo. Is het vreemd. Oh, dat is nice. Dus je kan het. Daarvan. Herbloemen. Komt uit een kokosnoot. Ja. Ja, ik heb al hier bolletjes neer, al jaren drie. Dat komt er niet van. Hij wil nog meer? Je pakt toch een busje. Ik heb rasp en bolletjes. Zullen we maar één zo'n hele bol erbij doen? Dat is wel leuk. Zo'n bol met één loodje. Heb ik? Oh. Ja, zo één. Maar met bollen en al. Lekker, naar de andere kant. Dankjewel. Doei.
Ja, dat is 4, hè? Moet je ook van zo'n hele grote boom zien. Wat voor hele boom? Ja, zo uit de boom. Zo, hè? Kun je het ook plukken? Ja, dat mag niet. Deze de koko zien? Hoe lang doen we? Nou, zeg dan wat je... Nee, zo. Je vanillestokje? Vanille. Kaneel. Doe je En hij familie toepa. Zijn ze gevaarlijk wild of deze kopje trouwen? Nee, ik kan wel een stukje dieper. Ja, dat is dangerous. Nee. En wie staat er net weer niet op? Ja, kom weg. Dat is stier hoor. Ja, ik zie het nou. Oh. Nou, stier ook. Oh, hij legt nog wat neer ook. Moet nog wat meenemen, kruien. Dat is ook een beetje afleggen, dus. Thank you.
Good evening, guten Abend, bonsoir, buenas tardes, buenas noches, calispera, and welcome to the night, a night that is full of Greek dances, music, and song. You have to learn one more Greek word, the word opa. Opa is a word of appreciation. If you like the dancers, the singers, the musicians, whatever happened to the dance floor, of course you give them a big round of applause and you shout, opa! So let's get together. One, two, three. Opa! Louder is a Greek word. I mean strong. You had your dinner, didn't you? So let's try once more. One, two, three. Opa! You're getting there. And to begin with the show, the national dance of Greece, Kalamatianos, originated from the city of Kalamata in Peloponnesus, with the young ladies from the Chandris fantasy showgirls. So, put your hands together for Kalamatianos. For Miss Karen de Kapp. Mami, todas esas cosas.
Thank you.
Come kiss me on a Monday, Monday, Monday. It's very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday, Tuesday, Tuesday. In fact, I wish you would. You can kiss me on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday is best. But never, ever on a Sunday, Sunday, 'cause I need. Some rest. Just take me there. Because you know now is your turn. Oh yeah. On a Greek ship, on a Greek night, during a Greek show, you have to do Greek things. So when the girls will come to pick you up, please stand up with us, dance with us, clap your hands, step your feet, as we'll do for you the di-la-da, di-la-da-da. Turkey.
Yeah? You can listen.